bij iedereen kan haken. We gaan vandaag de Diamond Wave Stitch haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog. Ik vind het ook nog steeds heel leuk om te filmen en om te delen wat ik aan het maken ben. Ik heb 12 bolletjes van Stylecraft Special gebruikt. En ja, dit is wel heel fijn garen om te haken. En heeft heel veel leuke kleurtjes. Het is echt een rainbow deken. Ja, rainbow blanket geworden. Maar ja, ik moet even zeggen dat ik het echt heel fijn vind dat jullie allemaal abonneren en blijven kijken. En ja, ik doe mijn best. En als er iets is wat je wil vragen of je wil iets weten, nou, dan zou ik zeggen, zet het hier onder de video. Dit is maar één kleurtje hoor, van de regenboogdeken. Maar ik leg dadelijk alles uit en alle kleurtjes en wat we gaan doen. En ik zou zeggen, haak lekker mee. En dan gaan we gauw beginnen. Tot zo! Je hebt nodig om dit dekentje te maken haaknaald nummer 4. Een centimeter. Een schaartje. En ik heb hier een paar naalden besteld via de AliExpress. Zie je, dat zijn echt fijne stopnaalden. Die zijn ook wel van ijzer, dus daar heb ik wel op gelet met bestellen. En de link om deze naalden te bestellen zal ik hier onder de video zetten. Dus je hebt ook nog een stopnaaldje nodig, want ja, aan het uiteinde hier hou je natuurlijk wel draadjes over die je nog moet wegwerken. Kijk, ik heb nu een tasje van Wolplein en ik heb deze hele leuke regenboogkleurtjes gekocht. En ik zal even kijken of ik het bonnetje, kan ik niet zo goed filmen, maar ik ga het lekker helemaal uittypen welke kleurtjes ik gebruikt heb. En dan ga ik deze bolletjes die hierin gaan, allemaal van Stylecraft Special. Ik heb wel allemaal dezelfde wol gepakt voor deze deken. En ik heb van iedere kleur heb ik 2 verschillende kleuren gepakt. En hoe het eruit komt te zien, ja, dat zien we straks, hè. Als ik klaar ben met de regenboogdeken. 100 gram bollen. Echt superleuke kleuren. En ik zou zeggen, ga maar vast de wol kopen. En dan gaan we lekker beginnen met een regenboogdeken van Iedereen kan haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! De diagonaal basket wave stitch. Kijk eens hoe mooi deze kleurtjes zijn. Die is dus aan 2 kanten. Daarom ook mooi, omdat je hem gewoon elke keer het werk keert. Dus alle kanten van de deken, ja, die zijn gewoon mooi. Het is ook echt uitermate geschikt voor een deken. Zie je? En de kleurtjes zijn in het echt nog veel mooier dan eigenlijk dat je nu ziet. Maar goed, ik zal jullie nu niet langer in spanning houden. We gaan beginnen aan de diagonale basket wave stitch. En veel haakplezier natuurlijk, hè? Tot zo! Ik zal ook even laten zien hoe ik de kleurtjes van Stylecraft Special eigenlijk kan onthouden. Dit is een voorbeeldje eigenlijk hoe ik het doe. Dus je hebt de label en die vouw ik even zo dubbel.
dan pak ik een schaartje en dan steek ik hier in het midden even een gaatje en dan pak ik mijn haaknaald en van die kleur, die shade, dus de kleur, dit is het verfbadnummer, maar daar heb je eigenlijk nu niet zoveel mee te maken. Shade 1256 is Jaffa en het is de oranje. En wat ik dan doe is eigenlijk de draad dubbel, mijn haaknaald is door de opening en dan haal ik even het garen op en dan pak ik hem zo dubbel. Eigenlijk haak ik dan zo een sliertje, zo, en dan is dit al genoeg en dan knip ik het eigenlijk af zo en dan heb je zo die sliertjes met die kleurtjes en ik zal zo even per kleur even uitleggen welk kleurnummer ik heb. Kijk, hier ben ik nog ooit aan het stoeien geweest van hoe moet ik dit nu bewaren, dit is eigenlijk niet zo netjes, dus dit vind ik makkelijk, je doet hem eigenlijk dubbel. Dit is ook nog een scancode, dus zeg je nou ik wil nog even terug naar de winkel, want deze zijn van Wolplein, die heb ik gekocht bij Wolplein. Kijk, en dan kunnen ze ook de kleur, volgens mij kunnen ze die scannen. En hier heb ik nog een. Maar goed, we gaan nu eventjes de kleurtjes opnoemen die ik heb bedacht. Want het is niet alleen maar gewoon de regenboogkleuren. Kijk, deze is nog zo lekker lang. Maar, en om het te bewaren is het ook wel makkelijk. Ik heb niet alleen de regenboogkleuren gepakt, maar ik heb ze dus twee keer. Dus van iedere kleur heb ik twee kleuren. Ja, je begint eigenlijk de regenboog met paars, dus heb ik twee kleuren paars, twee kleuren blauw, twee kleuren groen, twee kleuren geel, twee kleuren oranje en twee kleuren rood. En dan ga ik even per kleur uitleggen welke kleurnummers ik heb gebruikt. Ik zal het ook nog onder de video zetten zodat je het ook nog na kan lezen. En ik zal het ook in het patroon nog uitschrijven. Kijk, ik heb het hier ook nog gewoon uitgeschreven. Ik weet niet of je het goed kan zien. Zie je dat ik hier twee kleuren rood, twee kleuren oranje. En die oranje heb ik net gemaakt. Kijk, dat is deze. Die ga ik ook even opschrijven. Dat is kleur 1256, want ik dacht dat ik die nog niet wist, dus oranje is 1256, maar ik ga het nu even opnoemen voor jullie en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen de regenboogdeken met de lichtpaarse kleur, dat is kleurnummer 1828 en dat betekent de naam Boysenberry. Dus dit is de paarse kleur en de donkerpaarse kleur heeft kleurnummer 1425 Emperor. Ja, ik ga niet al die kleurnummers, ik heb nog wel zitten kijken hoor naar wat betekent het en ja, meestal is het, zijn het allemaal naar fruitsoorten zijn de kleuren vernoemd van Stijlkraft. Als je nou de deken wil haken op een dikkere naald, ja, dan heb je ook van Stijlkraft ook iets dikker garen, maar ik vind dit precies mooi vallen, dus dit is met haaknaald nummer 4 gemaakt. Maar we zijn met de kleurtjes nog bezig, dus de twee kleuren paars, dat betekent met je begint met kleurnummer 1828 en dan de paarse kleur 1425. Dan heb ik twee kleuren blauw uitgezocht, de kleurnummer 1302 denim, dat is dus de derde kleur die we gaan gebruiken. En de kleur blauw, ja, lapis, kleurnummer 1831. En dit is de kleur blauw. En ik zie alweer dat ik mijn scharen bij moet pakken om eventjes die labeltjes gewoon netjes
bij elkaar te houden. Dus eerst met de denim, de 1302 en dan de lapis 1831. Dat is blauw. En leg ze dan ook eigenlijk naast je, zodat je de kleuren kunt onthouden. Dan gaan we nu naar groen. En we pakken eerst de lichtgroen. Kijk, hier heb ik lekker door de barcode heen gedaan. Maar dat maakt niet uit. Kelly Green, shade de kleurnummer 1826. En dan de donkerder kleurgroen. Dat is kleurnummer 1116. En die heet gewoon green. Meer flessengroen. Het is wel heel leuk hoor, om met twee kleurtjes van de regenboog te werken. Dan loopt het mooi in elkaar over. Dus die gaat ook weer op het kleurenstapeltje. En dan gaan we nu naar de gele kleur. Na groen komt de chaffron geel. Ja, die is een beetje lichter. En dan de andere kleur geel is sunshine. Die is wat sprekender, iets harder. En dat is kleur nummer 1114. Dus dat was het gele setje. Dan gaan we nu verder met oranje. Die lijkt heel erg op geel, maar het is toch te oranje, dus dan loopt het wel mooi in elkaar over. De oranje kleur is Clementine, kleur nummer 1853. En dan hebben we de Jaffa 1256. Dan gaan we nu naar het rode setje. We beginnen met de lichtste rood. Kijk, heb ik het ook niet goed gedaan met inknippen. Matador, kleur nummer 1010. En deze kleur pakken we even weer. Zie je? Het is makkelijker als je dus die labels gewoon hetzelfde houdt, zodat je weet later welke kleur dat je nodig hebt. De laatste kleur rood is lipstick 1246. Dus je hebt twee kleuren rood. En dan kunnen we lekker gaan beginnen met de opzetlus. Tot zo! Het is een herhaling in het patroon, tenminste van iedere keer 6 steken. Dus de meervoud, zo noemen ze dat, de meervoud van 6 steken. En we beginnen met de eerste kleur, paars. En ik weet eigenlijk nog niet hoe breed ik het dekentje wil hebben. En ik dacht aan een dekentje van 60 bij 90. Dus weet je wat ik dan doe? Dan ga ik eerst, als het een meervoud is van 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan meet ik dit. Ja, dit is 6 is ongeveer 3 centimeter. Dus ja, ik ga gewoon iedere keer 666 doen. En dan kijk ik heel eventjes hoeveel steken ik opgezet heb. En dan laat ik het jullie zo even weten. Tot zo! Ik heb nu ruim 60 centimeter met 114 steken. En het is een meervoud van 6. Even. Leuk, dan zie je jezelf even. Een meervoud van 6 kom ik op 114 steken. En de begin lossen moeten 4 lossen zijn. Dus in totaal zet je 118 steken op. 118 steken voor een dekentje van ruim 60 centimeter. Maar het is dus een meervoud van 6 plus 4. Dus nu doe ik nog 1, 2,
drie, vier lossen erbij. En dan kunnen we gaan beginnen. We hebben de beginketting gemaakt van het babydekentje. En dan gaan we lekker beginnen met haken met de diagonale basket wave stitch. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We maken een stokje na, we hebben dus de losse ketting gemaakt. 1, 2 in de derde maken we een stokje. Dus 1, 2 in de derde, daar maken we een stokje. En dan gaan we 3 losse overslaan. 1, 2, 3. En dan gaan we in de volgende 3 lossen gaan we een dubbel stokje maken. Dus 2 keer omslaan en een dubbel stokje. 2 keer omslaan en in de volgende steek een dubbel stokje. 2 keer omslaan en in de volgende steek een dubbel stokje. En zo begin je. En dan ga ik even kijken. De oneven rij ga je altijd voorlangs een dubbel stokje maken in de 3 overgebleven lossen. Dus je gaat weer 2 keer omslaan en dan gaan we in die eerste een dubbel stokje maken, in de tweede een dubbel stokje en in de derde een dubbel stokje. Dus je slaat weer 2 keer de draad om. Je moet echt eventjes de eerste naar dit stokje zoeken. Dan steek je in. Ik ga gewoon van achter naar voren insteken. En dan pak ik mijn draad en ik maak een dubbel stokje. Dan gaan we naar de tweede. Ik steek weer in die tweede steek. Ik pak mijn draad en ik maak mijn dubbel stokje. Ik doe 2 keer de draad omslaan en dan bij de derde steek. Het lijkt lastig, maar je moet eigenlijk een beetje je werk gaan keren iedere keer. Maar we zijn pas bij het begin. Want nu gaan we dus weer. Dit is al eigenlijk het hele patroon. Het gaat iedere keer 3 steken overslaan, 3 dubbele stokjes en de oneven rijden. Ga je die 3 steken weer oppakken die jij hebt overgeslagen. Dus we gaan nu 2 keer omslaan en dan kijk je heel goed even waar dat laatste stokje is gebleven. En dan 1, 2, 3 en in de vierde daar maak je een dubbel stokje. Keer omslaan en in die vijfde steek weer en je blijft gewoon lekker rustig haken, want de snelheid die komt er straks echt wel in, maar nu ga je gewoon eerst even oefenen, tenminste ik moet ook wel eens oefenen op de diagonale basket wave stitch. Kijk, heb je weer 3 dubbele stokjes gehaakt en dan ga je weer die voorlangs die 3 steken oppakken. Dus je gaat voorlangs, je draait een beetje je werk dat je hier die steek ziet. Kijk, en anders trek je even die steken uit elkaar, want hier zie je dat je de laatste hebt gehad. En dan pak je de lus op en dan zie je ook dat je werk gedraaid zit. Je slaat weer om. En je haalt je draad op door 2,
door 2, door 2. En dan draai je eigenlijk je werkje weer terug. En dan weer 2. Weer omslaan. En dan ga je die volgende steek pakken. Je houdt je draad weer om. Je haalt door. Omslaan. Door 2. Door 2. Door 2. Twee keer omslaan. En dan ga je die laatste steek zoeken. En de eerste toer is altijd even oefenen, even zoeken van begrijp ik dit? Maar dit is dus de eerste toer van je babydeken. Je slaat weer 3 steken over, je maakt 3 dubbele stokjes en je gaat aan de voorzijde weer die steken oppakken die je eigenlijk hebt overgeslagen. En dan zie ik je op het einde van de toer. Van toer 1, dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de eerste toer. En dan krijg je echt zo'n lekkere lange slingerrand. Je eindigt in de laatste steek met een gewoon stokje. Dus je hebt gewoon de herhaling iedere keer gedaan van die 6 dubbele stokjes of 3 overslaan, 3 dubbele stokjes en 3 dubbele stokjes aan de voorkant. En in die laatste steek, dus het einde, daar zet je een gewoon stokje in. En als je van kleur wil wisselen, dan pak je nu die donkerder paars kleur van de kleur die ik heb uitgelegd. En dan maak je hiermee de laatste steek. Ik maak er meteen een knoopje in. De eerste doe je eigenlijk zachter en de tweede trek je harder aan. En dan gaan we nu aan toer 2 beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen de tweede toer met 2 lossen. 1, 2. En dan keren we het werk. Dan gaan we in deze eerste steek, waar dus die 2 lossen in zitten, een stokje maken. En in de volgende 3 steken, dus in de volgende 4 stokjes gaan we maken. Dus in die eerste steek een stokje. In de tweede steek een stokje en in de derde steek een stokje en in de vierde steek een stokje. Nu gaan we weer een dubbel stokje maken, maar we gaan eerst 3 steken overslaan. Dus 1, 2, 3 steken slaan we weer over. 1, 2, 3. En dan gaan we 3 dubbele stokjes weer maken. Dus 1, 2, 3 slaan we over. En dan gaan we 3 dubbele stokjes maken. In de volgende steken. Ja, dit wijst eigenlijk zichzelf, hoor. 2. Drie. Dan komt je werk er zo uit te zien. Nu dat de diagonale basket steek. Als je er 3 hebt gedaan, dan gaan we nu in de achterzijde 3 dubbele stokjes maken. Dus de eerste rij hebben we de voorzijde gedaan, maar de even rijen, dus de tweede toer, gaan we achter langs. Dus we pakken
weer twee keer omslaan. En dan gaan we nu het werk een beetje keren. En dan gaan we aan de achterkant die drie steken oppakken. Dus niet die eerst waar al een steek in zit, maar dan pakken we drie steken aan de achterkant. En dan maken we weer het stokje of het dubbel stokje af. En nog een keer twee keer omslaan. En omdat je aan de achterzijde bent, maak je drie in de drie steken een dubbel stokje. En in de volgende. Dus dan vul je weer die steken op. Ik zal nog een groepje voordoen in toer 2. Dus je slaat 1, 2, 3 steken over. En je gaat weer een dubbel stokje maken. In de volgende een dubbel stokje. En in de volgende steek. Op zich wijst het nu zichzelf hoor. Het is even wennen gewoon. En dan ziet je werk er zo nu uit. En dan gaan we nu drie dubbele stokjes aan de achterkant maken. Ik doe altijd al twee keer omslaan als ik aan de voorzijde ben. En dan keer ik het werk. En dan pak ik die overgebleven steken op. En doordat we met een ander kleurtje werken, kan je het ook heel goed zien. Twee, even garen pakken. In het begin denk je echt van, hoezo? Als je je werk gewoon keurig zo aan de achterkant. Dus de even toeren. Maak je drie dubbele stokjes aan de achterzijde. En de oneven toeren aan de voorzijde. Zo maak je heel toer 2 maak je af. En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Kijk, we zijn nu op het einde van de tweede toer. En dan krijg je echt een hele leuke resultaat, want dan krult hij niet meer op, want je hebt net alle steken weer lekker opgezet. Echte diagonale basket weave stitch. En op het einde dan heb je hier die 1, 2, 3 steken. En op het laatst hier nog één steek. En die mag je niet vergeten. Dan gaan we gewone stokjes opzetten. Dus als je die achterste dubbele 3 stokjes hebt gedaan, dan ben je op het einde. En dan gaan we hier op die steek, op die eerste van die 3, een gewoon stokje maken. Net als dat we eigenlijk de eerste toer hier, tenminste in toer 2 begonnen zijn. Nu eindigen we ook in toer 2 met 4 stokjes. Dus ik heb nu 1 opgedaan, 2, 3 en op het laatst ook nog 1 stokje. Dus je eindigt met 4 stokjes in de tweede toer. Dit zijn er 3. En dan gaan we nog even die laatste steek zoeken, die is hier. Met 4 stokjes en nu gaan we van kleur wisselen. Dus ik haal niet nog een keer mijn draad op. We gaan naar kleur wisselen en we pakken nu de lichtblauwe kleur. En ja, dan zie ik je zo weer terug, want ik moet even de lichtblauwe zoeken. Momentje.
We beginnen de derde toer met één stokje. Dan slaan we 3 steken over. 1, 2, 3. En we maken weer 2 dubbele stokjes. Ook 3 dubbele stokjes, elke steek een stokje, dus 3 dubbele stokjes. Dan gaan we, omdat het een oneven toer is, de derde toer, gaan we weer die 3 overgeslagen steken oppakken. Je keert een beetje dan je werk. En ik keer eigenlijk weer terug als ik even omsla. Ik weet eigenlijk niet. Ja, dan is het makkelijker. Dan pak ik de tweede op. Het gaat eigenlijk vanzelf. Je draait weer gewoon terug. 2 keer omslaan en je pakt de derde steek op. Zie je? En dan zorg je ook dat die blokjes, die groepjes van 3, die blijven mooi boven elkaar staan zo. En dan ga je weer 3 steken overslaan en je zet weer op elke steek een dubbel stokje. En dan ga je weer die 3 overgeslagen steken, die ga je weer oppakken. Je draait een beetje je werk, je slaat om, je haalt je draad door en dan omslaan door 2, door 2, omslaan door 2. En dan keer je weer eigenlijk werk weer naar je toe. Dan sla je weer 2 keer om, je pakt die steek op, je keert weer een beetje je werk. Je hebt weer omgeslagen, je haalt 1 keer door, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan draai je weer een beetje je werk, 2 keer omslaan en je pakt die laatste steek, die pak je op. En je slaat om, trekt je draad door, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Zie je? En dan krijg je het hele leuke effect van de basket. Je hebt de diagonaal basket wave stitch. Wil je nu liever het kooppatroon? Stuur dan een mailtje naar iedereenkanhaken@hotmail.com en dan stuur ik het patroon naar je toe. Nou, ik haak nog even verder tot het einde en dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de derde toer en dan eindig je eigenlijk nadat je die 3 voorste dubbele stokjes hebt gedaan met een stokje op het laatste stokje. Dan krijg je ook altijd een mooie rechte zijkant. Oh, ik heb hem wel even doorgehaald, dus dat is niet de bedoeling. Even 1 stokje maken. Door 2 en dan pak je de nieuwe kleur. De nieuwe kleur is 1831 lapis. Ja, zo heet hij. Kan ik ook niet helpen. En het zal wel iets betekenen, maar ik zou het niet weten. Je weet het, hè? Aanhechten, nieuwe kleur. Je laat 2 de oude kleur er nog op staan. En je pakt de nieuwe kleur. En je haalt door 2 lussen. Je knipt de oude kleur af. En je maakt een dubbel knoopje. Eerst een zachter knoopje. Of een zacht, niet te hard aantrekken. En dan strakker aantrekken.
Nou, dan gaan we met toer 4 beginnen. En toer 4 is weer een even rij, dus dat is hetzelfde dus als de tweede toer. We beginnen met 2 lossen in toer 4 en dan keren we weer het werk. Kijk eens hoe mooi het al wordt zo. Ja, die blokjes, dat is zo leuk omdat het diagonaal is. We beginnen weer met een stokje in de eerste steek. Dan krijg je ook echt mooie rechte zijkanten. En dan gaan we 3 stokjes maken. 1, 2, 3. In de volgende steken. 1, 2, 3. Dus toer 4 is hetzelfde als de tweede toer. Kijk, dan gaan we nu weer diagonaal dubbele stokjes maken. We slaan 1, 2, 3 steken over in toer 4. En we gaan in de komende 3 steken 3 dubbele stokjes maken. En de snelheid merk ik al, die zit er alweer in, omdat je het alweer weet van, oh ja, zo moet die steek 2 keer omslaan, draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. En omdat dit weer een even rij is, gaan we nu achterlangs. Dus we gaan weer 3 dubbele stokjes achterlangs maken in alle even toeren. Dus het is 1, 2, 3. De vierde is de even toer. En dan gaan we hem achterlangs maken. En dan maken we die stokjes weer 1, 2, 3 op de overgebleven steken. Twee keer omslaan. En dan keer je weer je werk. En dan zie je wat je aan het doen bent. Zie je? Je krijgt mooie rechte zijkanten. Dus je kan deze steek ook gebruiken gewoon voor een trui te maken. Of een das, of een dekentje. Dat maakt niet uit. Het is gewoon echt iedere keer 3 steken overslaan. 3 dubbele stokjes. En aan de achterzijde doe je de 3 dubbele stokjes aan de achterzijde. Dus iedere even rij achterlangs en heb je een oneven rij, doe je ze voorlangs. Maar goed, we zijn nu met toer 4 en op het eind dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de vierde toer. Kijk eens hoe leuk. Oh, echt. Het haakt heel makkelijk weg en het is ook zo leuk omdat de achterkant is ook zo mooi. Omdat ze eigenlijk, ja, je keert iedere keer het werk. Nou, dit is het laatste wat ik nog eigenlijk doe. We gaan nu... we hebben nu die 3 stokjes aan de achterkant gehaakt, de 3 dubbele. Op het einde dan sla je die 1, 2, 3. Even kijken hoor, of je die overslaat. Nee, nee, dan zet je dus 4 op elke steek. 1, 2, 3, 4 stokjes. Op elke steek een stokje, gewone stokjes. Dus hetzelfde als de tweede toer. 1, 2, 3 en de vierde maak je niet helemaal af.
Je pakt eventjes die steek op. En dan begin je weer met het volgende kleurtje. Het volgende kleurtje even pakken. Dat is de groene Kelly Green. En de kleurtjes heb ik hieronder uitgeschreven. Dus wat allemaal hier, hoe ik het verwerkt heb en zo. Met al die kleurtjes. Want ja, iedere toer zijn even en oneven toeren. En die zijn natuurlijk allemaal hetzelfde. Ze beginnen hetzelfde en ze eindigen hetzelfde. En ik zou zeggen, hartelijk dank voor het kijken. Wil je het kooppatroon hiervan hebben? Stuur alsjeblieft een mailtje naar iedereenkanhaken@hotmail.com. En abonneren, op de knop, rode knop klikken. Dat is gratis. Ja, je hebt iedere keer weer hele mooie haaksteken. En ja, ook de achterkant, zie je dat? Het is gewoon echt heel leuk om te leren. En ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Graag de duimpjes omhoog. Ja, abonneren had ik al gevraagd. En tot de volgende video. Tot ziens!